twinkle, twinkle, pling, plong. Wie kruipt er vandaag in bed met Holly Wallaby? Pling, 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 pling. Frank! Frank! Frank de Botere! Frank de Botere! Ja, Holly. Ja, ik kan niet slapen, Frank. Ja, en? Ja, ik denk de hele tijd dat er een lage drukgebied onder het bed zit. Ah. Een lage drukgebied. Drukgebied. Ah, een lage drukgebied, een depressie. Dat is een heel groot gebied met lage luchtdruk. Dat zit niet onder een bed, Olly. Frank, wil je toch eens kijken onder het bed? Olly. Ja, eventjes, voor mij. Please. Olly. Please. Olly, goed nieuws. Er is geen lage drukgebied onder ons bed. Ja. Slaap wel. Ik was wel super ongerust, Frank. Mm. Ja. Maar Frank, mm. Weet je wat er helpt als ik super ongerust ben om mij terug gerust te maken? Nee, Olly. Walvisgeluiden. Walvis wat? Walvisgeluiden. Kan jij walvisgeluiden voor mij doen, Frank? Walvisgeluiden? Ja. Walvissen zijn luid, Frank. Luider. Frank. Frank. Stop er maar mee. Het werkt totaal niet. Nee, doe maar gewoon weermangeluiden. Ja. Weermangeluiden? Ja. Weermangeluiden. Het hoge drukgebied van de Azoren komt geleidelijk aan dichterbij en we krijgen zachte zuidelijke luchtstroom. Slapen.